Yo, wat doet deze guy? Zagen jullie dat? Hij ging gewoon in mijn trailer rijden. Yo, wat doet die guy? Nee, hij blokkeert alles. American clowns. Wat? Dat zegt die guy in die auto. American clowns. Boep, boep, boep. Clowns. Maar ja, we hebben nog niet echt gezien wat hij in petto heeft. Oké, goed zo, man. Goed zo. Dat doe je echt supergoed. Wow, wat doet deze guy, gast? Dat is echt flipping lijp. Yo iedereen, vandaag spelen wij weer Euro Truck Simulator 2. Smash eventjes op die like. Gewoon omdat het kan. We spelen dit keer natuurlijk weer Truckers MP en mijn flipping trommelvlies. Blijkbaar stond het geluid zo hard dat gewoon mijn opname is uitgegaan. Het is erg apart, maar daar zijn we weer. Vandaag spelen we dus weer Truckers MP. We zitten weer lekker in het donker. Dit keer in... geen idee. Yo, ik ben een goede trucker, man. Ik heb geen idee waar ik ben. En ik heb geen idee waar ik naartoe moet gaan. Goed zo, Henk. Daar gaan we. Ik moet weer eventjes inkomen, want het is weer echt een maand geleden of zo. Nu mag het geluid wel ietsje harder. Yes. Oké, hoe zet ik mijn licht aan? Oh ja, zo. Ik heb vandaag nog een rijles gehad. Dus ik verwacht een hoop. Ik verwacht echt een hoop. Dat zeg ik volgens mij in elke video. En tot nu toe gaat het in elke video echt bijzonder slecht. We zetten natuurlijk weer eventjes de H-shifter aan, want ik ben echt een dikke vette pro. Oh, het is wel heel knus met deze regen, moet ik zeggen, hoor. Het is echt heel knus. Hoppa, daar gaan we. Oké, oh, ik moet wel echt even inkomen. Ik zie ook echt geen klap, joh. Het is zo donker. Yo, het is oprecht eventjes wennen. Ik zat een paar uur geleden nog in een auto en alles voelt veel lichter of zo. Die schakelpook voelt echt alsof die uit elkaar gaat vallen. Ik moet ook weer eventjes kijken. Oh, nu zit ik in z'n 11. Nee, oké. Het gaat goed. Het gaat goed. Ik moet eventjes inkomen. Volgens mij moet ik ook nog mijn trailer ophalen. Ik heb geen idee of ik ook daadwerkelijk met een trailer rijd. Nou, daar ga ik gewoon nog doorheen, hoor. Dat zou normaal gesproken een ingreep zijn, maar ik speel nu Eurotruck. Ik zit niet in een rijles. Oh ja, ik heb nog een trailer. Volgens mij is dat mijn eigen trailer. Ik hoop het maar. Want anders is degene van wie deze trailer is niet super blij. Dus ik hem gewoon zo meteen ergens achterlaat. Deze stoppen wel eventjes netjes. Oh, yeah. Dit bedoel ik. De remmen in deze truck die zijn echt zo verschrikkelijk. De koppeling op laten komen werkt ook zo raar in de Eurotruck. Het werkt echt totaal niet als hoe het in het echt werkt. Of nou ja, het werkt wel hetzelfde, maar... Het werkt veel minder of zo. Ja, ik kan het niet echt uitleggen. Oh, ik begin nu op te glijden. Moet wel even opletten. En die guy achter me, die vindt het niet leuk. Ik heb ook trouwens geen traction control aan of zoiets. Wat trucks normaal gesproken wel hebben. En zoals je ziet, slip ik echt heel erg. Ik ben echt heel erg aan het glijden. Ik kan bijna geen bochten pakken. En ik hou me gewoon aan de snelheid. Oh, ik moet... Wat? Oh, ik moest daarheen. Ja, weet ik veel, gast. Oké, maakt niet uit. Dat was even heel erg confusing. En ik was ook echt totaal niet aan het opletten. Had ik nou maar niet gezegd dat ik net nog een rijles had. Dit is echt beschamend. Ja, misschien moet ik zo even die traction control uitzetten. Want dat slaat natuurlijk nergens op dat ik hier zo erg uitglij. Dat maakt het ook heel erg lastig. Die guy achter mij, die is snel flipping gevlucht. Want die werd hier niet vrolijk van, volgens mij. Yo, we hadden beter naar Calais kunnen gaan, man. Er is hier helemaal niemand. Ik dacht, we gaan leuk naar Oostenrijk. Maar ja, het is ook niet zo leuk als we niemand tegenkomen. Hier, kijk eens even aan. We zijn nu in Rotterdam. En het is meteen een stuk drukker. Heerlijk is dit. Heerlijk. Ja, nice. Ga anders goed door mijn gearbox. Om constant die knopjes te doos. What the? Bro. Rechtdoorgaand verkeer gaat voor afslaand verkeer. Ja, ik had ook al moeten opletten, maar ik zat met mijn versnellingsbak te kloot. Oké, dat zijn weer smoesjes. Nee, ja, ik moet zeg maar echt twee knopjes drukken om te switchen door mijn versnellingsbak. En dat is gewoon super confusing. Voor een of andere reden doe ik het veel slechter dan normaal. En misschien is het omdat ik gewoon lang geen Eurotruck meer heb gespeeld. Het heeft niet zoveel te maken met dat je lang niet hebt auto gereden. Je moet gewoon meer Eurotruck spelen. Wow! Oké, jeetje mina, zelfs in een tunnel slip ik erg. Het regent hier niet eens, man. Holy moly. Yo, ik moet echt die traction control aangooien. Nou ga ik ook echt veel te hard, dat snap ik ook wel. Eigenlijk kan ik niks zeggen. Oké, we gaan nu even 80 rijden. Ja, er is al veel meer te doen. Nou is hier, deze bocht, dat kan gewoon niet, man. Oh, wat? Crash die guy nou? Crash je die door mij? Oh, hij leeft nog. Yo, dat moet je even voor me doen, man. Zo heb ik geen leuke clipjes. Doe iets, idioots. Kom op. Doe het, bro. Doe iets. Hallo. Oh, dit is spooky. Dit is spooky. Maar hij gaat veel harder, man. Andreo Aapje. Yo, epic naam. Dan moet ik niet nu crashen. Wow.
Okay, holy flipping moly. Yo, hij gaat weg. Nee, stay with me, Andreo aapje. Ik heb iemand nodig in mijn leven. Anders is het zo eenzaam. Oh, het is Alejandro. Zeg ik dat nou de hele tijd verkeerd? Doet hij niet toe, joh. Oh, crap. Kijk die bochten die daar aankomen. Oh, snap. Dit is niet goed. Dit is oprecht niet goed. Nee! Oké. Gaat goed. Dat waren de bochten. Nee, dat waren de bochten niet. Maar we pakken de Apex. Yes, wat gaat hij doen? Nee, hij gaat naar links. Andreo aapje. Nee! Bro! Oh! Alejandro aapje. Nee! Je kon me niet eens helpen. Ik lig hier dood te gaan. Ik dacht dat we een goede band hadden. Nou, stik er maar in, Alejandro. Wat gebeurt als ik hierheen ga? Wordt die guy dan bang? Nee. Oh ja, hij toetert. Oh, mijn mannetje is moe. We horen Henk gapen. En hoezo klinkt Henk in de 30? Oh, nu is het echt heel donker. Zal ik groot licht aandoen of word ik dan geband? Wow, oké, niet de lichten uitdoen. Dat raad ik zeker weten af. Oh, hij doet het ook. Lekker, bro. Hier, wacht. Kan ik echt keihard slippen hier? Tokyo Drift. Yo, we gaan even bij deze guy stoppen. Yo, hij is hier echt heel erg bang. Hij heeft gewoon pech hier. En dan stopt er ineens gewoon een trucker voor hem. Hij denkt echt, oh shit. Wat wil deze guy van me? Hier, kijk dit. Sorry, ik weet niet waarom, maar ik vind het zo vermakelijk. Hij zit daar gewoon, hij probeert te slapen. Op de vluchtstrook. En dan doe ik dit. Die guy zit waarschijnlijk op de wc. En dan ben ik gewoon met mezelf gewoon lol aan het maken. Oh, hier hebben we een vriend. Een vriend. Oh, hij seint ook. Oh, dat is zo flipping cute. Waar ga ik trouwens heen? Wait, hold the phone. Ik ben helemaal naar Oostenrijk aan het rijden. Ik was vergeten een nieuwe ding in te stellen. Shit, we zijn nu al hier in Nederland. Ja, maar ik wil naar Calais. Sorry, ik was zo... Ik zat zo erg in mijn spel. Oh, waar word ik gespand? In Budapest? Ik hoop het niet. Oh god. Oh god, ik zie een hoop namen. Oh god, ik zag ook gewoon de Flash voorbij komen. Oh my god. What? Kijk hoeveel mensen er van de towservice komen. Dit is waar je heen gaat wanneer je truck stuk is. Holy flipping moly, gast. Maar waar ben ik überhaupt? Ja, dit wilde ik op zich. Maar ja, ik hoef niet met 3 FPS te trucken. Snap je wat ik bedoel? Wow. Oh, huh? Oh, ik begin in slaap te vallen. Oh, dat is niet goed. Oh, ik denk niet dat andere mensen daar heel blij van gaan worden. Wat gebeurt hier, als ik vragen mag? Nu komt er denk ik soms een soort ding in beeld van dozing. Gewoon, dan is mijn beeld zwart. En dat is dan dat je in slaap valt. Dat is best wel heel erg grappig, moet ik zeggen. Dat is echt amazing. Oh, nee. Holy moly. Kijk wat voor file er ontstaat. Yo, er is hier één guy gecrashed. En ik sta hem al hier. Die guy is nu weg. Die guy is weg. Go. Go, we moeten hier weg. Je wil hier niet vast komen te zitten. Er staat hier gewoon een guy AFK op de weg. En nu ontstaat er een hele file. Oh, dit is crazy. Dit is waarvoor ik ben gekomen. Dit is trouwens een... Oh, nee. Dat is echt niet nice. Oké, misschien moeten we wel echt gaan slapen. Yo, hoe kom ik hier links? Nee, we gaan weg. Ik wil niet weg. Wow, wat gebeurt hier? Wat, er staat hier gewoon ineens random een guy op de weg. Wat gebeurt er allemaal, man? Wow! Ik wilde eventjes uit het raam kijken en mijn hoofd was er bijna afgevlogen. Oh jeetje, het is druk achter me. Kijk, this is what it's all about. Dit is leuk, het is gewoon druk, het is stressvol, het is flipping donker. Ik moet ook commentaten. Spijt me als de commentary echt helemaal uit elkaar valt nu. Wat is dit als een spookrijder? Dat is wel iemand, dat is wel een voorrangsvoertuig. Maar ik weet best wel zeker dat die niet tegen het verkeer in mogen rijden op de vluchtstrook. Oh, dat hebben we nog nooit gehad, man, een spookrijder. Het kan niet gekker worden, deze video. Oh, wat gebeurt hier? Oh, die staan op de... Wat is dit voor inhaalmanoeuvre, bro?
Zagen jullie hoe lang dat scherm was? Oh nee, we moeten echt gaan slapen. Maar er is geen slaapplek. We gaan hier zo denk ik even stoppen. Oh nee. Oh nee. Hoe lang gaat dit nog door? Ik kan ook gewoon niet sturen. Het stuur staat gewoon vast omdat ik in slaap ben gevallen. Oh, ik kan hier al slapen, joh. Zag je die zieke drift? Wat? Dit is geen non-collision zone? Dan kan je gaan toeten, maar ik wil ook slapen. Ik wilde iets zeggen, maar toen moest ik hoesten. Ja, maar even serieus. Dit is toch heel erg weird. Deze mensen doen alsof of zo. Hier stond net ook een guy. Ja, nu kan ik niet remmen. Erg fijn. Nee. Ik kan letterlijk niet... Dit is zo flipping dom. Oh, ik heb de tow service weer gebeld. En kijk eens even waar we zijn beland. Dit is flipping perfect. Oké, hier moeten we gewoon eventjes rustig wachten. Ik ben nog steeds super moe. Het is echt bloedirritant. Oh, die non-collision zone. Bro, lekker gevaarlijk weer. Bro, stop. Flipping, finally. Holy moly, ik kan slapen. Ja, dat duurde zo lang. Waarschijnlijk heb ik alles eruit geknipt. Het duurde letterlijk gewoon een kwartier om een plek te vinden om te slapen. Hier is veilig. Naar rechts. Gearbox die weer raar doet. Hallo, waar kwam hij vandaan? Ben ik nou gewoon echt een hele slechte speler of zo? Dat is toch niet mijn schuld? Die guy kwam gewoon achter mij. Ja, ik zat wel te kloten met mijn gearbox. Maar ja, ik heb gewoon de verkeerde truck gekocht. Ik ben ook de enige die met flipping traction control uitspeelt. Oh, kijk hoe druk het daar is. Kijk hoe druk het daar is. We moeten nog eventjes ietsje harder gaan. Dan komen we bij al die mensen. En dan moeten we gewoon afwachten. Dat is een adelaar. Wow! Wat gebeurde daar? Die guy was door de map gevallen of zo. Dat was echt insane. Oh, er komt ook iemand achter ons. Oh, die kan net op tijd remmen. En dan kan jij wel gaan toeteren, maar ik heb niks gedaan. Of wat? Hier staat het ook weer helemaal vast. Holy flipping moly. Ja, en dan gaat hij hier te hard. Oh, wat gebeurt er allemaal? Iedereen is aan het slingeren. Kijk wat voor rij hier staat, man. Oh, hier gaan waarschijnlijk geen crashes plaatsvinden. Haha. Look at me go. Goodbye. Ik heb ook geen idee waar we naartoe moeten. Het is echt gewoon één blob. Hé, hey, die guy gaat op de vluchtstrook. Hé, hey, gast, blokkeer hem, blokkeer hem. Yo, wat doet deze guy? Zagen jullie dat? Hij ging gewoon in mijn trailer rijden. Yo, wat doet die guy? Kijk wat hij gaat doen. Hier, let op die guy. En nog meer mensen gaan op de vluchtstrook. Yo, we moeten dit blokkeren, man. Ja, ja, hij wordt nu geblokkeerd, of niet? Nee, hij blokkeert alles. Wow, hier, dan stopt hij ineens. Wat een asshole, man. Hier, ik ga nu voor hem. Yo, en dan stopt hij ineens. Dat is echt naar. Ja, wat ga je nu doen, bro? Nu sta je nogal klem, hè? Ja, dan gaan jullie toeteren, bro. Hij heeft jullie net keihard gebreakcheckt. Ik red jullie gewoon. Hij kwam gewoon random achter me en hij ging mij helemaal naar de zijkant duwen. Ik weet niet of jullie dat konden zien. En nu zit hij iedereen echt keihard te breakchecken. Oh, kijk wat hij doet. Nee, nee, nee. Oh, ik wil echt bij hem blijven. Ja, ik vind het super erg als mensen dit doen, want ik heb het zelf ook gedaan. Maar ik voel wel de pijn. Ja, ja. Nu moet ik. Nee, nee, nee. Dat gaan we eens even lekker niet doen, bro. Dat gaan we eens even lekker niet doen. Later. American clowns. Wat? Dat zegt die guy in die auto. American clowns. Boep, boep, boep. Clowns. Shit. Hij gaat sowieso geband worden. Ik wil nog even één keer dat hij in mij crasht. Wat een eindelijk een echte idioot. Niet mensen die even per ongeluk een crash veroorzaken. Dat was een echte idioot. Maar ja, we hebben nog niet echt gezien wat hij in petto heeft. Oké, goed zo, man. Goed zo. Dat doe je echt supergoed. Yo, gun hem, broeder. Gun hem, broeder. Laat mij even. Laat mij even er langs. Kom op. Holy moly, dat was close. Dankjewel. Wow! Wat doet deze guy, gast? Dat is echt flipping lijp. Oh. Na de vorige Truckers NP video's dacht ik even van... joh, zullen alle idioten niet gewoon heel snel geband worden? Nope. Ze zijn er gewoon nog. Maar nu heb ik engine malfunction. Ja. Nee, ik ga gekickt worden. Ik ga gekickt worden. Omdat ik geen headlights heb. Is dit allemaal door die auto gebeurd? En wat doet deze guy? Bro, deze guy is echt keihard aan het proppen. En hij gaat door. Hij gaat gewoon door.
Ja, en hij is Lusu. Hij is gekikt. De karma van de eeuw. Hij wilde eventjes proppen en hij is bam meteen gekikt. En ik niet, hè. Ik snap niet hoe ik niet ben gekikt, trouwens. Volgens mij kun je ook zo'n command doen, dat je zo je truck fixt. Oh, ik zit op mijn telefoon tijdens het rijden. Wat? Ik ben gekikt. Wegens blocking. Meneer, er stond helemaal niemand achter me. En ook al stond iemand achter me, mijn motor is gewoon keihard gesloopt. Yo, de echte reden is gewoon dat ik met mijn telefoon achter het stuur zat. Het was echt pretty insane. Ik weet ook eigenlijk niet meer echt wat er gebeurde. Dus ik heb geen idee of er genoeg materiaal is. Het was pretty goofy. Maar ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vind het eigenlijk wel leuk, deze Eurotruck video's. Het zit zo chill. Zo lekker ver weg van mijn bureau. Ik kan zo chill zitten. Het is een echte trucker. Zitten die ook zo? Wow. Nou, ik hoop dat jullie deze video super awesome vonden. Smash eventjes op die like. Als jullie hem super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.